Wij zijn Tim en Made en gaan Rebecca wat vragen stellen over sterrenkunde. Hallo, hoe heet je? Hoi, ik ben Rebecca. Welke vakken geef je? Ik geef een aantal vakken hier op school. Ik geef NASC, natuurscheikunde, natuurkunde, wiskunde D en in de eerste klas geef ik sterrenkunde. Maar wat doe je dan in de eerste klas? In de eerste klas geef ik sterrenkunde. En dat is een vak dat krijg je alleen in de eerste klas. En dat is een vak waarbij je natuurlijk spreekt over de sterren, de kosmos, het universum. En het leuke is dat eerste klassers daar altijd best wel hele grote vragen over hebben. Zoals, wat is een zwart gat? En hoe is het universum eigenlijk begonnen? En waarom gaan sterren dood en worden ze ook geboren? Op welke manier? Dus hele grote vragen waar we het dan met z'n allen over gaan hebben. En wat vind jij het leukste aan sterrenkunde? Ik vind het een geweldig vak om te geven, juist omdat je er zulke grote vragen over kunt stellen. Omdat het op de verbeelding spreekt, omdat het eigenlijk iedereen wel nieuwsgierig is naar waarom de sterren er zijn en hoe ze, waarom wij daar ook een onderdeel van uitmaken. En waarom wordt dan hier op het vierde dan sterrenkunde gegeven en dan niet op andere scholen? Ja, dat klopt. Bij het vierde is dat best bijzonder. Elke school maakt eigenlijk een keuze. Wat wordt het eerste vak waarbij eerste klassers kennis maken met een natuurwetenschappelijk vak? En wij hebben gekozen voor sterrenkunde, omdat dat een vak is dat al die grote vragen opwerpt en eigenlijk iedereen wel interesseert. Het leek ons een hele mooie introductie. Op andere scholen heb je bijvoorbeeld het vak Science, een soort van samenvoegsel van natuur en scheikunde. Kan ook heel interessant zijn. Wij hebben ervoor gekozen om dit soort grote vragen te beantwoorden. En wat doe je dan precies bij NASC? Bij NASC, dat krijg je in de tweede klas. En het is dus een combinatie van de vakken natuurkunde en scheikunde. Bij natuurkunde leer je over hoe de wereld in elkaar zit, aan welke regels de natuur zich eigenlijk houdt. En bij scheikunde hou je je bezig met hoe stoffen zich gedragen. Dus het is een combinatie van die twee vakken waarbij je bijvoorbeeld proefjes doet, maar ook leert rekenen om de natuur wat beter te begrijpen. Wat vind je het leukste aan het vierde? Het leukste vind ik dat de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar omgaan. De sfeer is super goed. Leraren worden gewoon bij de voornaam genoemd. En dat zorgt ervoor dat leerlingen volgens mij zich heel erg op hun gemak voelen bij docenten en andersom ook.